Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een huwelijksjubileumkaartje maken. Wat ik daarvoor ga gebruiken is een knipvel van Bella Lulu. Hij is al wel geknipt. Maar er staan voor Just Married, heet het. Allemaal verschillende tekstjes. En leuke plaatjes erbij. Als basis gebruik ik de tekenmaal van Dutch Doe Bedoe. Zo. Dat is de 470-784022. De kaart art A5 tag. En dit is al een wat oudere, maar hij blijft leuk. De peperstek van Studio Light. Oh nee, staat voorop. Peperstek FWL01. Daar heb ik het dessinpapier en een paar uitdrukplaatjes uitgehaald. Wat ik als basis gebruik, dit is van Joycrafts. Kaartstok, donkerblauw. Ik heb hiervoor een basis gesneden van 21,5 bij 25. Die heb ik dubbel gevouwen. En dan heb ik deze mal erop gelegd. En dan alleen eigenlijk de rechterkant overgetrokken. En die heb ik uitgeknipt. En dan krijg je een dubbele kaart. Daarnaast heb ik deze nog een keer gebruikt voor dessinpapier. Die heb ik dus uit die peperstek. En daar heb ik de tweede lijn voor getekend. Het rondje heb ik niet gedaan. Dat wilde ik nou niet. En ik heb het kleinste rondje... Wat zeg ik nou? Even kijken hoor. Ja, kleinste rondje heb ik ook eruit gehaald. De dessinpapier ga ik nog even langs met de peperdistressen. Even voorzichtig doen. Want in het midden is weg, dus dan wordt iets slapper. Gewoon voorzichtig. Ook een stukje verder. Even die randen een beetje ruw maken. Dat geeft net iets meer. Die ronde is iets lastiger, maar het lukt. Was ik gebleven. Kijken of binnenin ook nog lukt. Ja, dat gaat zo. En toen waren we helemaal rond. En wat ik meestal ook nog doe, is even beinkten de randjes. Dat doe ik met de Chipped Sapphire, of hoe je het ook uitspreekt, van Distress Ink. Met een blending tooltje even er langs. Dan krijg je toch nog een beetje diepte en de kleur van het basiskaart komt terug.
die rondjes weer iets lastiger. Maar ze zeggen alles kan. Dus. De binnenkant denk ik ook een klein stukje. Dat je toch iets blauwig ziet in het midden. Toen had ik dat ook alweer klaar. Dan kan deze erop. Dat doe ik gewoon met lijm. Even hier om het randje. Zodat hij goed vastplakt. Zo. Dan kan deze op de basiskaart. Die zit. Nou, pak ik het bakje er even bij. Dan heb ik dus deze uitgeknipt van dat knipvel. Daar heb ik ook een tekstje uitgeknipt. Dit jubileum moet gevierd worden. Deze ga ik eerst even hier opplakken. Want ik wil een mat laagje en dan in dezelfde kleur als de basiskaart. Dan ga ik dat even met de hand snijden. Dat is toch maar een klein stukje. Even kijken. Zo ongeveer lijkt mij. En als het iets scheef is, nou, maakt helemaal niks uit. Zien ze niet. Lijkt mij. Ja, dat is aardig recht. Die wilde ik bovenin. Met dit leuke strikje. En dan ben ik aan het denken of ik dat verhoogd of op plak of met lijm. Ik denk verhoogd. Dan pak ik even mijn foam tape.
Dit is de 1 mm dikte. De dikte 1 mm. Deze plak ik alvast op. Deze hier. Dus ook 1 mm. Als ik nou hier een klein stukje van opplak. En dan doe ik een beetje lijm. Hier een beetje lijm. Dan heb ik die klaar. Druk. Dit zo in gedachten. Deze hier. Zo. Ja, leuk. Helemaal leuk. Dan ga ik deze toch even een beetje opballen. Zo. Die ga ik met 0,5 mm doen. Het roosje. Die heb ik nog niet in een rol. Dus dan moet ik maar even de foamblokjes gebruiken. En dan doe ik deze in 1 mm. Vond dit er wel bij passen. Een mooie roos. En als je zoveel jaar getrouwd bent, dan is er denk ik nog wel een love. Liefde. Deze hier. Even kijken. Ram ik daar ook wel even op. Dat doe ik. Als die nog doet met een beetje. Nee, dan doe ik het met foam.
Zo. Schermfolie eraf. Plak ik hem hierop. En dan natuurlijk een tekst erop. Die had ik nog niet eruit gehaald. En anders was ik bang dat ik het kwijt zou raken. En dat is niet de bedoeling. Dit heb ik ook uit dessinpapier, uit die peperstek gestanst. Het puntje van de i niet kwijtraken. Kijken hoe ik dat ga doen. Want ik had nog niet bedacht hoe ik de tekst erop ga doen. Vijftig jaar getrouwd. Oh. Even gepriegel met die kleine dingetjes. Maar het komt goed. Kijken hoor. Ja, zo wordt die leuk. Dus even kijken. Die even pakken. Kijken of dat lukt zo. Nee dus. Oh. Ja. Oh ja. Dan doe ik het even zo. Eigenlijk had ik er al tape op moeten doen. Maar zo snel niet aan gedacht. Maar ik red me zo. Oh. Komt allemaal wel goed. Hoop ik. Zo. Anders pak ik even een pincetje. Misschien dat dat handiger is. Dit is ook slim. De mini i, puntje op de i. Wat een gepriegel eigenlijk. Maar ja. Ach ja, dat houtje van de straat. Huh?
puntje van de i. Hey. Grapjes. Ik zei op het papier. Niet op de pincet. En het laatste, word je getrouwd? Scheelt dat dit een lijm is dat transparant opdroogt, dus zo. Oh, geen lijm op gedaan. Zo, dat nog even doen. Dit past in een A5 envelop. Zo, alles zit goed vast. En dan heb je een dubbele huwelijksjubileumkaart. 50 jaar getrouwd. Leuk strikje en tekst. Uitdrukplaatjes en een leuk echtpaar. Dit was het filmpje voor deze keer. Vonden jullie het leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal Ilon Wenskaarten. Ik heb ook Facebook, Instagram en een website. Allemaal dezelfde naam, Ilon Wenskaarten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!